ook dit keer weer een hele leuke smaakvergelijkingstest. U hebt het al gezien, natuurlijk. De Häagen-Dazs, Belgische chocolade, Häagen-Dazs ijs, vrij prijzig. En dat weet u intussen wel. Komt in een grote beker en ook in een heel klein bekertje. In vergelijking is dat misschien nog wel duurder. Het is echt een mini bekertje. En de andere is een Magnum ijs. Ook deze is chocolade en wel verschrikkelijk nieuw. En als ik het goed heb, is dit een logootje van een verantwoordelijk cacao. Zoals ik al zeg, deze Häagen-Dazs komt ook in een kleine verpakking en het is zelfs nog kleiner als dit bekertje. En ook Magnum heeft volgens mij nog een kleiner bekertje als deze, maar ja, dat voel ik ook weer overdreven. Qua kwaliteit zal er misschien verschil in zitten, dat weet ik niet. Qua smaak waarschijnlijk wel, maar ook dat weet ik natuurlijk niet zeker. En wat wel zeker is, dit heb ik ongeveer een minuut uit de koeling gehaald. Wil je het een beetje goed kunnen eten? Dit is echter nog hard, logisch, is een iets grotere beker en dit begint al aardig zacht te worden. Maar goed, ik zou dan maar met deze ijs beginnen, met de Magnum dus. Laat het maar Hollandse chocolade noemen. Het is ook een Hollands product. Hola, toch. Nou, er komt dus een mooi folietje. Ik hoop niet dat het chocolademelk al geworden is. Nee, toch nog niet. Een echt opvallend bekertje is het eigenlijk niet. Je ziet het gauw over het hoofd. En dan is het maar goed dat ze het een beetje op ooghoogte hebben geplaatst in de supermarkt waar ik het vandaan heb gehaald. En anders had ik het niet eens gezien. Overigens, dit is makkelijk te halen en Häagen-Dazs, ja, moet je echt naar zoeken. Ik heb het bij een benzinepomp kunnen halen. Prijsverschil, dat is erg groot. Maar goed, is het ook waard? Ik heb geen idee. Dit bekertje kostte mij rond de 3 euro, geloof ik, ietsje. Durf het niet te zeggen, misschien iets goedkoper, maar ongeveer 2,50 euro. Laten we het daar maar op houden. Nou, ik ga proeven. Oh, het is nog aardig hard. Ik dacht dat het zachter was. En er zit iets van een saus doorheen. Ik hoop niet dat het overheersend is. Maar het ziet er wel smakelijk uit. Toch? Nou, daar gaat hij. Ik zeg nog even niks. Ik dek hem even af, dan blijft hij misschien wat koeler. Zo. Nou, dan gaan we naar de Häagen-Dazs. En daar ben ik wel erg nieuwsgierig naar. Ik heb hem al eerder getest, een andere smaak. En hoe die geworden is, ja, zou je toch even moeten kijken. Ik zou het graag willen zeggen, maar nou, ik kan het even niet doen. Want dan is de lol er natuurlijk vanaf. Is even lastig openen. Kijk, en weer bommetje vol, hè. Ook dat ziet er niet slecht uit, al zeg ik het zelf. Een lekker vast structuur ijs. Al is deze chocolade-ijs wat lichter van kleur, maar ja, dat is nu eenmaal Belgisch ijs of Belgische chocolade. Nou, ook weer erg nieuwsgierig naar.
Ze hebben het nog moeilijker gemaakt dan ik dacht. Ik ga toch nog even terug naar de Magnum. Die heeft overigens erg goed zijn best gedaan, wat mij betreft. Want dit wordt nog erg moeilijk. Oké, nog één proefje. Nog één hapje. Oké, ik smokkel even. Het was iets meer dan één hapje. Oh, een beetje te groot. Sorry. Pak even iets kleiner. Zo. Ja, het is inderdaad erg moeilijk. Waar was ik gebleven? Ja, de batterij scheed er bijna mee uit, dus dat moeten we eventjes regelen. Ja, zoals ik al zeg, de prijsverschillen zijn erg groot. Dit kostte mij weliswaar wel bij de benzinepomp rond de 8 euro. En dit bekertje kostte mij rond de 2,50 euro ongeveer. Nou, de grootste verschillen naar wat ik proef is gewoon het cacaogehalte. De Magnum proef je gewoon meer chocolade. Wil niet zeggen dat je minder hierbij proeft. Als je niet beter zou weten, denk je, goh, wat lekker ijs. En dat is het zeker ook. Tot nu toe, wat ik geproefd heb, is dit nog het lekkerste. Nu de verschillen. De Magnum ijs is bepaald niet slecht. Naar mijn weten. Misschien andere ingrediënten. Minder room of iets dergelijks. Ik heb er eerlijk gezegd niet op gelet. En ook niet naar gekeken. Ik proef het niet. Wat ik wel proef is gewoon meer chocola. Misschien een beetje misleidend, omdat er ook saus en extra chocoladestukjes op zitten. Maar ja, die vind je hier ook een beetje terug. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, en daar eindig ik het mee om het kort te houden. Deze Belgische chocolade van Häagen-Dazs is gewoon melk. Melkchocolade. En ja, die van de Magnum is dan puur chocolade. Als je zegt van, nou, ik wil meer een bite, ik wil meer smaak hebben, ik wil meer, ja, pure er hebben. Ja, dan neem je de Magnum en denk van, nou, ik ben eigenlijk een heel zacht persoon. Ik ben eerlijk, ik hou van delen en ik hou van liefde, ja, wie niet trouwens. Dan neem je de zachte Belgische chocolade. Ja, meer kan ik er niet van maken. Ik ben nou eenmaal geen chocoladebakker. Ik ga weer terug waar ik vandaan kom. Met toetje eten. Ik heb net gegeten. Lekkere aardappelpannenkoekjes. En als toetje een lekker ijsje. In dit geval de Magnum. En de Häagen-Dazs. Die bewaar ik nog even voor het laatst. Dit was Clyde & Jealous. Met weer een leuke test, vind ik wel, de Häagen-Dazs Belgische chocolade tegen de Magnum, die helemaal nieuw is. Ja, Hollandse chocolade, laten we het daar maar op houden. Ik dank u erg voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dag.